Goedendag. Ja, het ziet er echt wat vriendelijker uit, momenteel buiten. Er is weer veel blauwe lucht. De zon die laat zich zien. En het is ook heel aangenaam, want er staat nauwelijks wind. En dan krijg je een beetje het gevoel van de lente. Veel blauwe lucht. Vanochtend ook op veel plaatsen zonder bewolking. Nu zie je af en toe wat kleine stapelwolkjes voorbij schuiven. Morgen en ook overmorgen denk ik dat het vrijwel strak blauw zal zijn. Dat er maar heel weinig bewolking aanwezig is. En dat komt door een hoge drukgebied. Dat bevindt zich boven Duitsland en Polen. En ook een uitloper richting Nederland en Groot-Brittannië. En het hoge drukgebied dat blijft even domineren. En dat zorgt voor een zwakke oost-zuidoostelijke stroming in onze omgeving. Vanaf donderdag gaat dat weer veranderen. Want dan zakt dat hoge drukgebied naar het zuiden. En dan krijgen we te maken met een zuidwestelijke stroming. En dan komt er weer bewolking onze kant op. En dan ja, wordt het toch wel weer een meer bewolkt weerbeeld. Qua neerslag, het lijkt erop dat dat allemaal wel reuze mee gaat vallen. Want het hoge drukgebied is nog steeds in de buurt. Het zorgt er alleen voor dat de wind gaat draaien, dat de stroming anders wordt. Maar neerslag wordt op zich wel onderdrukt. Nou, vanavond is het helder, vannacht is dat ook het geval. Het is bijna windstil op veel plaatsen. En dat betekent dat de temperatuur flink onderuit gaat. De minima komen ergens uit tussen min 2 en min 4 in het land. Er kan wat grondmist ontstaan. Ik verwacht niet al te veel mist. En het zal morgen mooie plaatjes opleveren als de zon opkomt. En we hebben dan het rijpen aan het gras zitten. Misschien hier en daar die slierten mist die aanwezig zijn. Ongetwijfeld ga ik dan mooie foto's ontvangen. Ja, eventueel een mistbank verdwijnt dan snel en dan morgen een zonovergoten dag. Met temperatuur in de middag rond de 5 graden. Dat is aan de lage kant, maar er staat nauwelijks wind. Dus het is heerlijk weer buiten. En het is dus ook volop genieten. Die wind die er staat, die is over het algemeen zwak tot matig uit het zuidoosten. Woensdag is ook zo'n dag. Opnieuw een koude nacht eerst. En dan temperaturen in de middag van zo'n 5, 6 graden. En dan donderdag en ook vrijdag, dan ziet u het al aan de weersymbolen. Er komen weer meer wolken. En dat komt omdat de stroming naar het zuidwesten draait. Nog een fijne dag.